De Heilige Geest die kiest ervoor dat, om door een ieder heen te stromen, want ieder is gelijk in de ogen van God. Dus als jij sterk in je hart iets ervaart om iets te zeggen, iets te delen, misschien een lied. Misschien zal God aan iemand anders laten zien van, bijvoorbeeld Jorik, volgens mij heb je wat, dat zegt de Heilige Geest. Het is gaaf om dat met elkaar te delen. Dan voel je vrij, hè? Deze mensen die wel bijzonder op buiten zitten. En dan hebben we een bijzondere dienst vandaag. Jonathan wordt geloofd. Maar het mooie is, van de mensen daar worden toch aangetrokken. Sommigen gaan die vluchten. Zo weg, man. Weet je, het was in de onval, zegt de Heer. Kom er het even in. Dat
praat het uit en je bent er niet alleen. We zijn er ook weer. Ja. En lieve mensen. We zijn er allemaal dwaas van God. We hebben allemaal mensen die dwaas van de wereld gebouwd. Schat, ik kan jou hier niet goed horen. Aan deze kant kunnen we niet goed horen als je die kant op gaat. Dus misschien iets harder. Gebruik die stem. Want jij hebt een krachtige stem. Gebruik die krachtige stem. Kom er maar bij, hoor, mannen. Wacht erbij, die richting. Lieve mensen, wat ik dus vraag. Lieve mensen, wat empathisch. De liefde van de lezers delen hier uit. En ook al denken wat zijn ze aan de ringen, nou, we hebben een prachtige doodkast. Het mooie is, we zijn bij elkaar, het is mooi, het is buiten, het is prachtig. En de liefde van de Heer Jezus delen we uit. En straks naar de muziek gaan we doden. Waarom? Omdat één persoon, niet maar één persoon, heeft zijn leven aan Jezus gegeven. En hij gaat straks in de water en komt ook niet meer te gelukken. Omdat wij hebben in gehoorzaamheid zijn leven aan de Heer Jezus. Al deze thema laten zien. En voel je vrij om buiten te komen. Het is gezellig, het is ontspannen. Want God is niet eng. God is liefde voor het iedereen. Amen. 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 Dat is goed. Heer, ik kom tot u. Wat voor u? 488. Nee, Erik komt tot u. Erik komt tot u. 488. Onder het hert. Ja. Was er nog iets wat jij had? Niet letterlijk onder het hert. Dat is lastig. Arme Erik. Ja, dat is duidelijk. Die 88. De kracht van de liefde. Oh, die kracht. The power of the love is coming here. It's here. Here it comes to you. Thank you.
worden gedragen door de geest van God. Amen. Hij leidt ons elke dag. Elke dag. Waar zouden we moeten zijn zonder? Nergens. Nou, inderdaad. Verdwaald in de bossen. Ja. Nou, in de bossen. Ik denk wel verder, hè? Nou, binnen sommige gaan dus vast dat dwaal zitten. In de bossen verder. We kunnen het doolhoofd. Uit liefde worden ze eerst even vastgebonden. Ja, dat is wel gebeurd. Zouden ze de uitvoerigheid hier in? Zie je hoe lief? Uitbeschermen. Welke is er dan? Wat mooi die er dan. Het is ik weet niet wat het is. Ja, gewoon. Ja. Naar water zo verlaat mijn
kom eens op niet op de vader. Hij is op weinig. En dat we hier met elkaar in de open lucht zitten, vooral die mensen lekker met zwemmen zijn, daar geniet je van. Dat heeft God allemaal gemaakt. Alles wat je ziet, heeft die Jezus in zijn naam gemaakt. Alle bomen, alle planten. Het is allemaal gemaakt. Behoorlijk dat hij ons houdt. Hij maakt een mooie omgeving voor ons. Hij heeft een muur opgeslagen, zodat we kunnen genieten van elkaar. En vandaag gaan we naar de dood een kleine verhaal van ons leven. Wat gebeurt er allemaal? Nou, de liefde van de Jezus is vriendelijk. Ook als je lekker met zwemmen doet, hij houdt van jullie. Het is al niet te lang. De Jezus wil je allemaal meer krijgen als kinderen. En als je denkt bij het strand, dan heb je op strand, dan hoop ik je dan daar het luister stukje. En zegt God dit tegen jou. Ga en doe je winsten. Als jij gelooft dat je die leven zou redden van ons hart, ga naar hem toe en zeg dit: Heer Jezus, ik geloof dat u voor mij aan het kruis moet begraven. Zeg het dan maar, ook als je het niet hebt, ook als je het ergens stil te doen, hij hoort je. En zeg het later op. Als jij gelooft dat de Jezus redden van ons hart, dan zeg je dit: Vader God, ik kom tot u in de naam van uw Zoon, Heer Jezus Christus, en ik geloof. Dat u van mij aan het kruis bent gegaan, opgestaan uit de dood, met al mijn zonden zijn afgewassen. En nu dan ben ik een kind, dan ben ik een moeder van de kind. Het maakt niet uit wat je gedaan hebt, al was het vorig jaar dat je van lang gaat. Zijn liefde is zo groot, en zijn liefde van de jonge mensen, en jij dat zijn van al je zonden. Als u dadelijk hebt een dood is, een jongen die oprecht zijn hart aan de Heer Jezus heeft gegeven. En nu een dood gaat doen en gehoorzaam zijn. Het water redt je niet. Het bloed van de Heer Jezus, dat houdt je aan de Heer. En dat je de Heer Jezus aanvaardt, accepteert, als de redder van de leven van de Heer, en dat durft uit te spreken, zoals deze jongen naast mij heeft gedaan. En dat over zou van de andere heeft als het te laten dopen. Maar hij is niet alleen. Ik alleen is wat de Vader is, de Heer Jezus en de Heilige Geest is. Hij is altijd bij je. En de liefde van God is onvoorwaardelijk. En nog één mooi lied, en dan ga ik het woord geven aan Jonathan. Hij mag vertellen waarom hij zich gaat dopen. Een mooi lied. Ik ben heel benieuwd of Wesley die staat dus in het spelen en te zingen, of hij zich afvindt of hij zelf heeft geschreven. Het zou zo goed kunnen om de rechter uit zijn hand. En juist die bij je bent. Heb je lekker op de hand op? Nee. Amen. Ja. Ik ga een lied zingen voor Jonathan. Maar ik weet nog niet wat ik ga zingen. Kijk naar de vogels in de lucht, kijk naar de honden.
je de druk voor de dag die komen gaat. Maak je de druk voor de dag die komen gaat. Je heeft al van mij maar zichzelf. En vader hier staan wij met Jonathan voor u. Zegen hem. Van zijn hart laat hem zien weer hoeveel u van hem houdt. Laat hem zien hoeveel u van hem houdt. Laat hem zien hoeveel u van hem houdt. Het lied van Wesley, prachtig. Ik heb thuis ook zo'n tekst voor, heb ik op mijn muur, ook van Maak je geen zorgen voor morgen. De tekst die ik op mijn muur heb is, Yesterday is history. Even kijken. Today is a gift, tomorrow is a present. En zo mogen we ook altijd gaan leven. Morgen krijgen we toch altijd al een cadeautje van God. We mogen elke dag dat doen. En dan hoef je ook geen zorg meer te maken. Als die cadeautje gewoon... Ja, we mogen elke dag mogen dat doen. En dat is al een cadeau. Dat we elke dag in zijn liefde mogen leven. En zo wil ik dat ook uitbeelden naar de doop zometeen. Die gehoorzaam inderdaad. Dat wil ik aan de wereld laten zien. Dat ik ook Jezus echt achterna wil gaan. In alles. Die gehoorzaam blijven doen. Ik heb het al gedaan in daden en die taken doe ik al. Maar ik wil het nu ook aan de wereld laten zien. Dat ik hem achtervolg. Ook in daden en het doen. Wie is de Heer Jezus voor jou? Mijn verredder en verlosser. De Heer Jezus is mijn redder en mijn verlosser. Halleluja. Amen. Amen. Ik
jongens, hoe moet dat? We gaan ons poorten met een nog, we gaan ons poorten met een nog niet, jongens. Ja, het laatste lied. Mag ik ook een laadje? Ik denk niet dat hij erop staat. De laatste lijn heeft gezwommen. Allerlaatste vetkool. En de dopeling. Ik ga de pony erbij gaan. De dopeling is zwemmen. Ja, kom maar. Ik doe het. Ik juich voor de mijne. Blijdschap in mijn hart. Ik zal jubelen voor u. Mijn hart is voor ons aan. Ik herken u in het God. En ik behoor u toe. Mijn aanbidding is slechts voor u. Wat ik ook denk of voel. Ik wil juichen voor u, mijn dier. Keihard. Ik zal juichen voor u, mijn God. Blijdschap in mijn hart. Ik zal jubelen voor u, Heer. Mijn hart is voor ons samen. Ik herken u, u bent God. En ik behoor u toe. Mijn aanbidding is slechts voor u. Wat ik ook denk of voel. Je gaat sowieso namens God, maar deze krijg je even namens God. Waarom? Omdat bij elke dopeling moeten wij een vlinder eten. En dat heeft ermee te maken dat je eerst een rupsje bent wat aan het eten is en dan moet je in een cocon. En die cocon is niet leuk. En dan zit je daarin opgesloten, maar dan gaat God je vormen en dan gaat hij je kneden en dan gaat hij jou genezen en dan gaat hij jou herstellen en opbouwen. Maar daarna ben je die prachtige vlinder, maar dan moet zijn vleugels op je buik drogen. Voordat hij helemaal vrij uit kan vliegen. Corinthians 5 vers 17. Kom aan. Ja? Dus sla je vleugels. Ja. Vandaag. Open denk ik. Ja. Zie, er is geen rupsje meer. Je mag zijn een mooie vlinder. Getransformeerd door God de Heer. Amen.